Ik ben Gaia Schoeters. Het laatste boek waarvan je mij zou kunnen kennen is De Kunst van het Vallen. Die is ondertussen 2 jaar geleden ongeveer verschenen bij Toen ook de Bezig bij Antwerpen. Maar ook daarvoor had ik eigenlijk al een tweetal boeken uitgebracht. Er is Diggers, dat is een soort thriller die vasthangt aan Wereldoorlog 1 en die gegroeid is uit een scenarioproject voor televisie. En dat vertelt meteen ook iets daarover, want naast auteur ben ik ook scenarist. En nog daarvoor kwam Meisjes, Moslims en Motoren. Dat is een non-fictieboek, een soort reisverhaal. Dat teruggaat naar een reis die ik in 2007 heb gemaakt, waarbij we met de motor een kleine 30.000 kilometer door allerlei moslimlanden hebben gereisd. En dat hangt dan weer een beetje vast aan het feit dat ik ook als journalist werk en dat het eigenlijk meer verweven was met dat soort werk. Ik denk inderdaad dat ik een vrij atypisch traject heb gevolgd om fictieauteur te worden. Ik heb toen ik 19 was, heb ik een eerste boek geschreven. Dat was een jeugdroman. Ik heb die toen opgestuurd naar 1 uitgeverij, Lemniscaat, want dat leek me zo'n beetje het eikpunt voor jeugdliteratuur. Toen kreeg ik een heel vriendelijke brief terug dat ze het allemaal heel interessant vonden, maar dat het toch niet helemaal in orde en klaar voor publicatie was. En toen dacht ik, ja, zie, het kan niet. Zoals denk ik heel veel mensen denken die zoiets tegenkomen. En toen begon er een parcours vol omwegen, langs journalistiek, langs scenario, omdat dat me terug dichter bij fictie bracht. Eigenlijk als een soort zoektocht van, ja, hoe wordt een mens in godsnaam auteur? Maar ik ben al die tijd wel blijven schrijven, ik vond geen logische manier om te gaan publiceren. En op het moment dat we Diggers schreven, wat een scenario-reeks voor televisie, of een televisiereeks rond Wereldoorlog 1 was, is dat project op een gegeven moment, omdat er geen geld was, op het schap beland. Maar het verhaal lag er wel. En toen dacht ik, ja, ik kan er toch eigenlijk net zo goed een boek van maken. En dan ben ik opnieuw met dat idee naar een uitgeverij gestapt, die meteen zeiden van, oh, dat is een fantastisch idee, doe het gewoon. En plots werd dat debuteren, werd dat een reële mogelijkheid. Ik denk dat het, om in Vlaanderen te debuteren, ik denk dat het ook in Nederland geldt, sowieso geen evidente zaak is, omdat er zeker nu heel veel, er verschijnen ontzettend veel boeken, er debuteren ontzettend veel mensen. En de mogelijkheid om daar enige zichtbaarheid rond te krijgen is niet altijd even groot. En de manier waarop dat werkt is ook niet altijd even duidelijk. Het heeft ook veel te maken met timing, met geluk, met onderwerp. En ik zelf denk, ik schrijf een beetje moeilijke boeken om makkelijk opgepikt te worden. Ik denk dat het veel te maken heeft met de literaire tendens waarin we zitten. We zitten in een tijd waarin lineaire verhalen het ontzettend goed doen. Nu, zelf ben ik een van die schrijvers die eigenlijk altijd is blijven geloven dat het modernisme dat geen dood eindpunt was, maar dat we nog altijd kunnen bezig zijn met een onderzoek naar vorm, naar experiment rond hoe vertel je een verhaal. En dat dat eigenlijk een minstens even groot deel uitmaakt van een boek als het verhaal dat je vertelt. Ik geloof ook heel erg in intertextualiteit en in het binnenbrengen van andere literatuur en van kanon in boeken die er nu zijn, zodanig dat dingen in een traditie staan. En dat maakt het allemaal niet zoiets dat je heel gemakkelijk vat in, het is een leuk boek, waar gaat het over? En het is iets dat heel makkelijk opgepikt wordt als een boek met een breed bereik. Dus in die zin is het niet evident om te debuteren. Ik denk dat het Vlaamse boeklandschap een heel divers boeklandschap is. Maar tegelijkertijd een boeklandschap waarin ik geen gevoel van gemeenschap of geen gevoel van eenheid ervaar. Ik kan me voorstellen dat die er is, maar niet op de manier zoals ik dat dan zelf zie. Als ik terugkijk naar de geschiedenis, dan is schrijven voor mij nog altijd zoiets als schrijvers die zich rond een tijdschrift situeren of schrijvers die zich, ja, zoals het in de jaren 30 in Parijs ging, bepaalde schrijvers die binnen dezelfde soort schrijven een soort feedback vinden bij elkaar, een soort community vinden bij elkaar. Dat is iets wat ik nu niet zie. En het is moeilijk om te zeggen waar dat aan ligt, maar ik heb het gevoel dat schrijven nu nog veel meer dan vroeger een soort individuele bezigheid is geworden. En ik vind het verdwijnen van die gemeenschap eigenlijk een heel jammere zaak. Net zoals dat ik het heel jammer vind, maar collega's vinden het altijd heel vreemd dat ik dat zeg, dat de grote ruzies tussen schrijvers, dat die niet meer bestaan. Dat de grote discussies, de grote kritiek op elkaars werk, dat ook dat langzaam verdwijnt. En een van de dingen die mij beangstigt, is dat het Vlaamse boekenlandschap en eigenlijk ook het Nederlandse boekenlandschap een soort van gezapige vriendelijkheid krijgen, waarin we allemaal elkaars werk goed vinden, want het gaat al zo slecht met de literatuur en dus moeten we allemaal houden van elkaars werk, want we kunnen toch alleen maar elkaar steunen. Wat natuurlijk ten dele waar is, want het is belangrijk dat we met z'n allen die literatuur gaan dragen. Maar wat ook maakt dat er een groot kritisch vermogen verloren gaat. En door het ontbreken van dat grote inhoudelijke debat over wat is literatuur, hoe moeten we het doen, wat is er belangrijk, dat er heel veel potentieel verloren gaat.
Dus ik ben eigenlijk een groot voorstander van meer inhoudelijk geruzie tussen schrijvers.